Er zijn ook wel nadelen. Zoals wat? Nou, dat het heen en weer schommelt. Vandaag zijn er maar liefst 150 meiden aan boord. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, wat er aan de hand is, we hebben meidenvaardag. En dat betekent dat we inderdaad een aantal meiden hebben uitgenodigd om mee te komen varen. Om het gewoon te zien hoe het is om te werken en leven aan boord van een marineschip. Dat klinkt bijna als een meisjesbladendag, maar u zoekt pikkels, niet? Ja, het klinkt inderdaad zo. En of we pikkels zoeken, dat is niet helemaal waar. We zijn ook op zoek naar vrouwen. Want die kunnen net zo goed het werk doen hier. Moeten die mannen hier een beetje bang zijn dat de dames het straks gaan overnemen? Ik denk het ergens wel. Want ik denk nu we deze dag hebben gehad dat er veel meer vrouwen gaan inschrijven. Ik wil officierinlichtingen doen. Dus ik wil nu weten wat het traject gaat worden. Dat ik... Je gaat gelijk voor de hoge functie? Ja. Geen dekschoppen voor jou? Nee. Dan ga ik zelf aan de kant staan en laat ik die mannen wel wat doen. Lekker orders geven. Ja hoor. Wat moet de vrouw in huis hebben om het hier te rooien tussen de mannen? Het is je mannetje staan, zelfstandig. Mannetje staan. Je vrouwtje staan. Inderdaad, je vrouwtje staan tussen alle mannen. Denk je dat de mannen het wel aankunnen om straks orders te krijgen van vrouwen? Want veel vrouwen stromen door naar hoge functie. Dat zal lastig voor ze worden, denk ik. Ik denk dat ze in eerste instantie wel zullen hebben van wat moet je hier eigenlijk? En waarom geef jij mij een opdracht en ik jou niet? Sommige mannen die hebben dat ook van thuis meegekregen. En dat zit gewoon niet in hun aard dat een vrouw zomaar boven hen staat. Zou jij straks met plezier die mannen het dek laten schobben? Ja, met plezier. Dat is wel genieten. Dat is genieten. Heeft deze boot veel pech gehad? Pech? Ja. Omdat er zoveel vrouwen aan boord zijn, niet? Alsof we zoveel pech veroorzaken. Natuurlijk niet. Het is natuurlijk een oud bijgeloof. Hoe gaan de mannen daarmee om? Denken die dat jullie pech brengen hier? Nee, tuurlijk niet. Nee, want, sinds 1986 varen we al mee. Ze zijn niet anders gewend. Maar ze maken nog maar 10% deel uit van de crew. Waarom is het niet zo populair onder de dames, denkt u? Nou, ik denk toch dat we het imago hebben van een stoere mannenwereld. Dat proberen we met dagen als deze proberen dat te doorbreken. Een voordeel is natuurlijk wel dat als je maar met 10% vrouwen bent, je de mannen voor het kiezen hebt, is het niet? Ja. Als je op mannen valt, dan wel, ja. Ja, zeker. Er zijn genoeg mannen hier aan boord, dus ja. Ik moet zeggen, want ik wil ook bij officieren gaan instromen. En er zijn meer vrouwelijke officieren dan mannelijke officieren. En dat vind ik wel leuk. Er zijn een hoop dominatrixen hier aan boord. Yes. Maar met slechts 10% vrouwen heb je het niet echt voor het kiezen hier. Hoeft ook niet. Je kunt ook natuurlijk als marineman getrouwd zijn met een burgervrouw, zoals ik zelf. Dus je hoeft niet alleen binnen de marine... Je hebt de waarheid vertellen, Jean. Binnen de marine je partner te zoeken. Hebben ze je over kunnen halen? Nou, ik ga niet bij de marine, denk ik. Ik ben niet zo van het boten en varen. Ik word ook heel snel zeeziek, dus...